Op punt 10, een fragment uit AZ Heerenveen. In een periode dat we goede uitwedstrijden speelden met Feyenoord, met Utrecht en met AZ. Alleen we verzuimden in die wedstrijden eigenlijk om te winnen. Ook een speciale vermelding voor Darryl Janmaat, die in de tweede helft van het seizoen, naar een wat moeizamere eerste helft van het seizoen, gewoon uitstekend terug is gekomen. Goeie goal. Dorst. Ruimte voor Janmaat. Janmaat. Oh, Janmaat maakt met zijn chocoladebeen 1-2. En brengt Heerenveen daarmee in een uitstekende positie voor het restant van deze wedstrijd. Een invaller schiet Heerenveen op voorsprong. De ruimte ontstond omdat Berends daar weg is. Janmaat krijgt de gelegenheid om naar binnen te draaien. Probeert het dan maar eens met links. Op 9. NAC. Heerenveen. Gestopte strafschop door Kevin Stoer-Ellegaard. Voor hem toch ook een belangrijk moment in een wedstrijd die nog op 0-0 stond. En waar we gewoon hebben gewonnen. En daar heeft hij gewoon punten gepakt. Een jongen die ons toch goed heeft geholpen op het laatste moment is gekomen. En ik wens hem in de toekomst al het beste. Normaal gesproken is Gorter de man voor dit soort klusjes. De specialist, maar die zit op de bank. Zo kan het ook. Nee, zo kan het niet. Veel te nonchalant. Stoer-Ellegaard kan redden, maar wat een rare Panenka van Schilder. Een hele slechte. Nou, nog maar eens kijken. Schilder. Ja. En Panenka moet allereerst hoog, maar vooral ook door het midden. Dit is een beetje half zacht in de hoek waar die al ligt. Allemachtig. En dan mag die in tweede instantie er ook nog in, hoor. Ja, op 8 zijn twee momenten, twee goals van onze centrale verdediger Michel Breuer. En ja, dat is toch... Soms wordt hij toegejuicht, soms wordt hij uitgefloten. Die jongen die krijgt heel wat over zich heen, maar hij laat... het team en ons en zichzelf eigenlijk nooit vallen. Hij werkt altijd hard. Kan goed zijn, kan slecht zijn, maar eigenlijk een beetje hier een blijk van waardering aan Michel. Twee goals in één wedstrijd, vier in een seizoen. Dat is voor een centrale verdediger is dat prima. Mapa, stapje terug en is dan te laat. 2-0 voor Heerenveen. Breuer kan zo simpel binnenkoppen. Fout van de doelman. El Haksoui, de aangever. Maanpa maakt een stap naar voren, een stap naar achteren. En in die tussentijd wordt de bal binnengekopt. Berends. En dan toch nog 5-0. Weer Breuer. En hij is boos omdat dat allemaal zomaar ongehinderd voor zijn neus kan gebeuren. Maar als het zo dicht bij het doelman gebeurt, waar is de doelman zelf dan? Op 7 toch wel een speciaal moment. Moment van een tegenstander, namelijk van Excelsior. Ja, want we kunnen er toch niet omheen dat uiteindelijk is het resultaat gewoon teleurstellend dit seizoen. En een van de wedstrijden waar we het meeste hebben gefaald eigenlijk, dat is de thuiswedstrijd in Excelsior. Weer 2-0 voor, weer weggegeven. Maar als de goals dan worden gemaakt, dan toch maar door een speler van Heerenveen. Dus... voor Geert-Arend Roorda was dat gewoon een heel mooi moment en dat gunnen we hem van harte. Roorda trekt in de diepte, Roorda ziet zijn kans, Vinken heeft zijn kans. Roorda! Het is 2-2 uitgerekend, hij! Hij ruikt zijn kans. Vinken heeft de kans en doet dan dit. En Roorda is dan toch al erg trefzeker. Op 6 de laatste wedstrijd van het seizoen, een moment van Brian van der Bussen. In juli door zijn knie gegaan, kruisband afgescheurd. Heel lang gerevalideerd, dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. Werd er even geschorst door een rode kaart in het belofte team. Heeft hij toch zijn wedstrijdje meegepikt en gedebuteerd met de 0. Dus voor Brian gewoon een speciaal moment en hij heeft het ook goed gedaan in die wedstrijd. Hij heeft nog vrijwel niks goed gedaan. Nu, dit is wel aardig. Jansen! En een uitstekende redding van de man die dat toch ook wel verdient. Heel veel vrijheid ook. Nu moet Van der Bussen handelend optreden. De kopbal is van de fout.